Goedemorgen, het is 5:30, om 5:00 ging de wekker. Wij gaan vandaag naar Curaçao, poging nummer 2. Want gisteren hebben we onze vlucht gemist. Check even de vlog van gisteren om te zien hoe en wat. Ja, we gaan nu om 10:00 vliegen. En ja, we hebben eigenlijk alles wel, de koffers al klaar, alles. Alleen even een ander vliegdingetje aan. Ik heb deze trui nu aan. En wel die joggingbroek van gisteren. Ja, and that's it. Ik heb heel veel zin in. Oh, het is echt zo. We're so close. So close. Maar nu gaan we echt. Even een lekker kopje thee. Voordat we zo weer met de taxi worden opgehaald. Ik heb een tip. Die kreeg ik van een vriend op Twitter. En dat is de app in the air. Vet goede tip. Hier kan je je vluchten inzetten. En dan stuurt hij reminders en zo. En dan staat alles in. Inclusief gate waar je moet zijn. Alles. En je ziet gewoon. Allemaal tips, weet je, hoe lang doe je over incheck, hoe lang doe je over je paspoort, security. Dus dan weet je een beetje waar je moet rekenen qua tijd. Vet handig. We staan te wachten om de koffers daarin te doen. Helaas was business class vol. Dachten misschien kunnen we nog upgraden dan de vorige keer. Maar glad. Wij zijn ingecheckt. Kijk hoe mooi deze is. Tof. Hoi. Oh nee, dan ziet hij een ding. Boeken. Koffie. En Foef neemt altijd flat white. En we doen altijd kokosmelk, dus heel lekker. Nou ja, dat is ook al 1000 keer fanboy. Leuk die lampjes, kijk. Kijk eens wat we tegenkomen. Wij staan bij ons standaard tentje waar we ontbijt halen. Dit heet Juicy Details. Ik heb hier wat fruit. Dan doen we allebei een shotje, wheatgrass en een juice. We hebben hier wat lekkere goodies, snacks, Foefjes ontbijt. Ik heb hier fruit. We hebben een ginger shot. En zometeen komt er meer aan. Oké, okay, let's go. Ik ben echt helemaal geen fan van ginger shots, maar ik ben proost. Het is geweldig. Het is goed voor je. Can we handle it? Door, je moet wel in één keer. Kom op. Foef, go. Oh, ik heb de hik ervan, sorry. Hoe voel je je? Ik ga het niet nemen. Dit is wel goed voor je. Het is wel heel gezond. Hoe voelt je buikje? Nog helemaal. Wheatgrass shot, cheers. Cheers. En een lekkere juice. Wat heb jij? Immunity. Ik heb Coco Jumbo. Ja, 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 Coco Jumbo. Oh, ik ga trouwens in Curaçao echt heel erg mijn best doen om zo te eten. Hoe ik eet. Gewoon zeg maar helemaal vegan en alles. Maar als het niet gaat. Maar gewoon omdat het niet kan. Omdat, ja, weet je. Je ziet overal mogelijk om zo te eten. Ja, dan niet. Maar ik ga het gewoon proberen, toch? Proberen healthy te eten. Ik zou sowieso geen vlees en dat soort dingen. Vis niet, maar. Nou, ja. Gaan we ook kip eten? Ja, jij gaat lekker vlees. Helemaal los. Je moet de red snapper niet helemaal eten. Helemaal. Red snapper, proef. Ja, maar ik ben niet zo'n visfan. Ik weet dat hij wel lekker is, maar tot als je een snapper geproefd hebt, dat is echt de goede vis van Curaçao. We hebben net een paar dingetjes gekocht. Ik heb als eerste een nieuwe selfie stick gekocht voor de GoPro. Deze. Dan heb ik een Fitbit gekocht. Wilde ik al heel lang hebben. En Foefje heeft iets heel erg leuks voor hemzelf gekocht. Deze Nintendo met classic games erop. Ja, en mijn favorite Bubble Bobble staat er ook op. Maar Foef gaat, zal het nog wel laten zien. Ja. Zeker weten. Niet vergeten aan te raken. Struggle is real. We zitten in het vliegtuig, the struggle is real. Meneer hier, kijk. Dit. Nee, ik zit zo. Dus Foef, sowieso dat is dat... Ja, ik wil het zo. Ja, nou dan. Hoe verschrikkelijk. Hoe perfect als we al, dat zij altijd zo zit en ik altijd zo. Maar hoe verschrikkelijk als een wild vreemde. Dus zo. Dat is in de bios. Ja, oh. Ik en dan pak jij even je drinken. Wacht, jij zit zo en ik heb geen ruimte. Ja? Pak even je drinken. Nee. Zet voor. De battle. Het is ook gewoon ongelooflijk. Nou, hij wil het niet laten zien, daar komt hij ook. Hij neemt gewoon al die spellen, dus zo'n klein discje, neemt hij gewoon dat hele ding mee. Omdat ik niet zo'n hoesting heb. We hebben een hoesting. Waar is die dan? Die ligt thuis. Waar? Daar liggen mijn SD-kaarten zitten. Ja. Balen. Kijk, misschien. Die anderen doen het allemaal. Ja, ik heb een fail. Je weet het ook. Misschien dat hij straks die staat. Ik hoop het.
is in Nederland 8 uur 's avonds en hier is het 3 uur. We hebben al wel voor 2 uurtjes geslapen. Ik voel me fit, niet fris, maar wel fit. Dus stay strong en laat op blijven. Of als normale tijd mijn bed niet te vroeg. Koffers, check. We zijn in Curaçao en daar is Jernof als chauffeur. En wij hebben elkaar eerder, of althans 2 keer eerder, bij een koppersreis geweest. En ik heb speciaal gevraagd of hij een chauffeur kan zijn. Dank je, Lucie. We gaan onderweg naar ons hotel. Honda? Ja. Dit is otra banda. Ja. Zo leuk. Wow. Oh. Kijk, we rijden op de brug. Oh, dit is leuk. We zijn in ons eerste resort. Poef is helemaal blij. Want ik kreeg gelijk een kokosnoot. Wat wil je nog meer? Dit is echt geweldig. Dit is Van der Valk Contiki Beach Resort. Mm-hmm. I love it. Kom, we gaan de kamer laten zien. Mag jij van binnen laten zien? Kijk naar. Hoe cool. Hoe romantisch. Met bloemetjes en zwaantjes. En kijk. Hoe dit is. Ja, dat please clean ding. Dan hebben we hier een tas vol met snacks. Ja, toen hij dat zei, dacht je niet, toen hij dat zei van, ja, ik dacht ook, ik wil dit allemaal. Snacks? Dan hebben we hier de badkamer. Super nice. En er komt hier de buiten. Nou, dit is echt bizar. Maar deze moesten we open laten. Ja, hij zei niet dicht, want anders echt crazy. Open, ja, en dan ben je bij onze voordeur weer. Dit is zo groot. Je moet het water laten zien. Ja. Kijk. Dit is allemaal van dit soort zwembad dingetjes. En het is zonder chloor. Het is allemaal zout water. Het is allemaal zout water. Kijk, en dat, hoe mooi. Die bedjes zijn links, die twee die zijn van ons. Ja, daar kunnen we gewoon op liggen ook. Nou, het is echt te gek. Wij zijn dus deze dag op persreis naar Curaçao. Proef je voor het eerst. Mm-hmm. En dit is allemaal door het toeristenbureau Curaçao geregeld. Dus alles wat je gaat zien, hotel, de activiteiten die we doen, dat is allemaal door hun geregeld. Ja. En ja, ik heb onwijs veel zin om heel veel dingen te filmen en te doen en mooie beelden te maken. Echt. En Foef Curaçao te laten zien. Ik vind het nu al echt helemaal geweldig. We ook gewoon daarnet reden over de brug en dan zie je zo. Je ziet allemaal super awesome gekleurde huisjes en dan kom je hier aan en dan krijg je kokosnoot. Ja. Terwijl je in een golfcar hierheen wordt gebracht. En hoe bizar dat iedereen Nederlands praat. Ja, dat is weet, gewoon Nederlands, maar, Engels, Papiamento, ja, Spaans, alles door elkaar. Alles door elkaar. Super cool. Ja. Wij hebben ons even opgefrist, hoor die geluidjes. Er zit hier van alles, vogeltjes. Oh, het is echt zo cool. En we gaan nu eten. Ik heb hier even stop. Het is zo lekker warm. Oké, okay, we lopen nu via het strand. Gaan we naar Mambo Beach, dat is hiernaast. Mambo, hier zijn zeg maar best wel veel Nederlanders. Dus als je ervan houdt, ik vind het heel gezellig hier altijd. Dit is super cool. We komen zo later terug hier hoor. Eerst eten. Allemaal aan het strand. We zijn er, we gaan eten bij de Greenhouse. Oh yeah. Kijk, ze zullen vast wel iets hebben wat een veggie is. De menukaart. Nom nom nom. En dan hebben ze ook nog sushi. Starters. Lekker. Drinks aan de ijsthee. Lekker. Falafel. Je gaat een red snapper eten. Yep. En dit is het ding van Curaçao, de vis. En als je het echt goed wil doen, dan eet je hem dus met kop en staart. Dat is, en ook wat Jernof zei dat ook gelijk. Die zei, ga voor de red snapper, kop en staart erbij. Dus enjoy. En ik heb hier vegetable sushi. Lekker. Cheers. We beginnen nu een beetje slaap te vallen. Oeh, wakker blijven. Het is 8 uur. Maar in Nederland is het 6 uur later, dus 2 uur s'nachts. Vijf. Oh ja, 5. In de tijd is het op 5, dus 1 uur s'nachts. Maar we liggen nu wel in het gevoel tot 4 uur s'nachts. We hebben een hele lange dag, hè? Ja. Maar in, eigenlijk 2 dagen waren we nu 2 uur hebben geslapen. Ja. Wakker blijven. Zo lekker gegeten. Oh. Ik zou echt zo kunnen slapen nu, maar dat gaan we niet doen. Nee, want het is nog vroeg, het is 8 uur. We hebben net uitgerekend. Het is nu 9:30. Half 9, half 2 in Nederland. Ja. Half 2 dan. Nee, maar dit is dus een soort van boulevard area waar je ook kan lopen. Ja, en hier kan je ook pinnen bijvoorbeeld. En ja, heel veel geld pinnen. En even nog langs een barretje hier.
We gaan even naar de Starbucks om wakker te blijven. En een espressootje of zo erin gooien. Wij doen nog een drankje hier. Oké, okay, 12. Cheers. Cheers. Klink. That was so fun. Ik ben op jacht naar de vogeltjes die de... Hij wil ze zien hoor. Ja. Kijk, bananen. Net als bij Expeditie Robinson. Dat ga ik net zeggen. Go Robinson, pak ze. Dit is hoe we bij onze kamer komen. Hier het trappetje op en daar is het. Leuk. Het is 9:30, we zijn weer op de kamer. Ik ben super moe, maar nee, wakker blijven. Dus we gaan heel even zwemmen. We gaan doen swim swim. Mag gewoon, is leuk in het zout water. Ja. Ja, dat is hier echt. We hebben eigenlijk gewoon hier zo'n beetje wel hieronder. Dus. Ja. Oké, we gaan even het zwembad in. Let's go.